De shoot was veel leuker dan ik had verwacht, want ik kwam zonder verwachtingen hierheen. Good morning, you guys. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben met de best beauty artist, make-up artist, hi of guys. The whole world. En wij zijn lekker net een koffietje gaan drinken en we gaan nu even make-uppen. Kijk hoe mooi jouw huid al is. En we hebben deze Charlotte Tilbury, het is een nieuwe foundation. Charlotte's Beautiful Skin. Echt, love it. En we zitten in Eindhoven. Eindhoven de gekste. Was gezellig. Good morning, sunshines. Het is zo'n heerlijke dag. Het zonnetje schijnt hier lekker binnen. Wat zal ik vandaag doen? Ik heb een nieuwe SD of een harde schijf gekocht. Voor allemaal dingen op te slaan. Want mijn computer is vol na al die vlogs. Ik heb geen ruimte. En ik heb de hele dag, en gisteren de hele dag, ben ik al bezig geweest met mijn vlog. Omdat het maar niet lukt om te uploaden. Maar nu ben ik vrij. En ik had het afgesproken. Love it. De Seagate 5 terabyte heb ik wel echt nodig. Oh, Siri, die is weer lol. Ja. Ja, mijn andere zijn al vol van 1 terabyte en daar heb ik er 2 van. Dus ik wil hier allemaal vlogs, foto's en filmpjes en dat soort dingen gewoon op bewaren. En ook online als backup. Nu ga ik eventjes deze volzetten, belastingdingetjes regelen. En dan misschien eventjes van de zon genieten. Isn't this weer amazing? Oh my god. Can't help but be happy. Good morning. Het is weer heerlijk weer. Ik heb net mijn haren lekker gewassen. En het zonnetje scheen net. Nu niet meer. Ik ben vandaag weer eventjes al mijn taxes aan het regelen. En belastingdingetjes. En morgen heb ik weer een hele leuke dag. En vandaag is het weer even allemaal... Regel. Eten, drinken, slapen. Daar houdt factuurtjes maken. Oh. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben in Antwerpen op dit moment. Het is heerlijk weer hier. Heerlijk om hier te zijn. Ik heb vandaag hier namelijk een shoot. Nu ben ik al eerder en ga ik even een shoplog opnemen. En daarna ga ik leuk afspreken met mijn Arubaanse vriendin. Het is 11:00 ochtends hier en alles is al gewoon open. Je kunt hier al ijsjes halen. En wafels. Ik zag net al mensen wafels eten en ijsjes. Ja, wafel kan wel natuurlijk. Ja, ijsje misschien ook wel. Maar ik heb zelf niet ontbeten, dus dan vind ik het wel heel redelijk raar. Wat zei ik nou net nog? Voor mensen die in de ochtend wafels eten. Ik bestel er nu zo eentje. Kijk. Dankjewel. Oké, ik ga dit opeten. Somewhere, somehow. Dit is mijn ontbijtje. Dus. Kijk hoe leuk ook. Oh, er gebeurt hier helemaal niks, maar gewoon al een heerlijk straatje hier. Kijk, hier zit chocola in. Dus heel die bosbessen smaken naar kloten. Ik stond bij bosbes. Oh my god, zijn mijn lippen nou helemaal rood daardoor? Ja. Waar ben ik nu weer beland? In Conti, een of andere buurt in België. En ik moet nu 22 minuutjes lopen naar de locatie. Ik ben eindelijk op de shoot aangekomen en ik ben hier met Gladys. Ik ga nu mijn make-up en haren doen. Allemaal beautiful people. Superleuk. Het is voor Flair België trouwens, mag ik wel zeggen. Ik draag een paarse bikini. Ik had even niet door dat paars best wel mooi kleurt bij mijn huidskleur, vind ik. Dat is maar aan het uitleggen. Oh ja, welke oorbellen zou ik moeten doen? Het
de wrap. En de shoot was veel leuker dan ik had verwacht. Want ik kwam zonder verwachtingen hierheen. Dus dat is altijd goed als je modern werk gaat doen. En ja, ik ben ook super happy met de foto's. En volg me op Instagram voor het resultaat uiteindelijk. Kijk, 21 mei. Eind mei ergens. Oké, 21 mei, 5 mei. Nou, almost. Oh, mooi. Echt, hè? Oh, yeah. Ik verras mezelf ook. It's a wrap, guys. Oh mijn god, ik vind het leven zoveel leuker als ik weer allemaal shoots heb. Superleuk. Maar ja, Morgaan, zeg maar de fotograaf, daar zit ik ook bij een agency in België. Die zei ook wel dat januari en februari wel een beetje wat mindere tijden zijn. Omdat het nu weer begint te komen. Dus bring it on! En ik ga nu lekker met Nazan eten, drinken, gezellig, mijn Arubaanse vriendinnetje. Maar, hoe moet je TikToks maken in deze weide? Like that. Maar moet ik ook steeds recht doorlopen? Bijna. Ik ben er bijna. Bijna? Oh, hier? Oversteken en door. Wat is door? Ja. Doorkomen. Rechtdoor. Rechtdoor lopen. Hallo, pretty! Hallo! Oh my god, zo leuk! Van Aruba to Antwerp. Ja! Oh my god, amazing! Ja! Looking fabulous. Ik heb hier nog nooit een normale kleding gezien eigenlijk. Ah, dat is ook wel waar. Yeah. Maar dit is meer een casual look, hè? Ja, ik vind het mooi casual. Ik heb speciaal voor jou mijn Aruba armbandje omgedaan. Dan moet ik echt filmen. Ik dacht een beetje in de stemming. Hoe zo gezellig hier, deze terrasje. We gaan hier lekker eten. Ik heb er gewoon zin. Kijk hoe schat dit. Zo'n bankje met zo'n kussentje erop. Zodat ik gewoon. Dinner is ready. Oh, dit ziet er lekker uit ook. Oh, die heb ik ook. Oké, ik ga eten, doei. Was je nou het vlechten? Nee. Ja. En deze is voor jou. 5 euro. Tram. Hier liggen de kattenharen op de trap. Hierboven wordt naar Zand. TV-debuut. Kun je jezelf zien? Wacht, doe zo. Good morning. Ik ga zo sporten. Maar zie je dit? Mijn haar is gisteren mega afgebroken bij die shoot. Oh mijn god, ik vind het eigenlijk wel cute, die kleurnageltjes. Lekker sporten. Het is zaterdag en 9 uur 's ochtends. Ken je dat verhaal van dat meisje dat ging sporten? Nou, dat is ze niet meer geweest. Oké, grappig verhaal. Ik was daar en op zich een prima sportschool, maar ik wil bepaalde dingen trainen. En het Circle Fit heeft het concept dat je allemaal machines hebt en dat je al die machines moet doen in een cirkel en dan in een half uurtje tijd of zo. Ja, dan moet ik alles trainen, omdat je al die machines moet doen. Ja, ze adviseerden me eigenlijk dat het misschien niet zo handig was. Ik wilde daar gewoon heel graag heen, omdat het hier in de straat is. Maar goed. En dit is dus echt super kut. Ik heb gisteren die shoot gehad. En mijn haar is helemaal afgebroken. Ik heb hier een hele zieke inham. Omdat ze waarschijnlijk met een harde borstel mijn haar zo aan het kammen was. En mijn haar is gewoon best wel... ja... broos. Je moet daar niet zo hard mee omgaan. Kijk, dit breekt heel snel. Oh. Dus dat is fucking kut. Fucking kut. Maar goed. Ik ga nu naar... ik ga nu naar de vriendinnen en moeder van Yvette. En Yvette is mijn stiefmoeder. Die is een aantal jaren geleden overleden. En heel soms komen wij zeg maar samen met elkaar. Dus daar ga ik nu heen. Dus het is een beetje een ja, wat vervelende verhaal. Natuurlijk. Niet zo fijn. Maar goed, wel fijn dat we elkaar nog af en toe een keer kunnen zien, natuurlijk. Good morning. Ik heb net lekker gegeten. En mijn make-upje gedaan. En ik ga nu werken weer bij de Bijenkorf. Oh ja, die nagellak zit er nog steeds op. Maar dat maakt niet uit.
is weer heerlijk weer buiten. Kijk dan. Lekker. Oh my god, ik waaide net bijna van die scooter af. Het waait zo hard. Gelukkig heb ik dat poutje op mijn camera zitten. Maar hey Bijkorf, mijn bestie. Ik ben hier gezellig met Noor bij de Bijkorf. Oh mijn god, mag ik dit wel laten zien? Ik doe dit wel blurren aan de achterkant. Ja, Noor is trouwens mijn, die ken ik via visagist. Ja, dat is ook zo raar om te zeggen. Make-up artist, hele goede make-up artist. Yes. En ze werkt vandaag bij Mars. Mars. Maar ik ken jou via de make-up, maar ook een beetje via Bumble eigenlijk, toch? Ja, via Bumble inderdaad. Ja. Ik wel, jij niet. Ja, klopt. Nou, smakelijk. En we're done. Ik ben weer klaar voor vandaag. Het was een interessante werkdag weer. Ik moest op formeel staan. Chaos, as usual. Maar ik heb het overleefd en ik ga nu lekker naar huis. Het is weer heerlijk weer. Dan is gewoon alles gewoon het leven. Ik moet gewoon alleen maar in de zon leven, want nu is gewoon alles goed. Maar ik moet thuis editen, want ik moet mijn volgende vlog alvast afmaken. Want morgen heb ik een soort van wedding shoot achter iets. Dus dan heb ik geen tijd om te editen. Kijk hoe druk. Goedemorgen, ik ben vandaag in Rotterdam in het Hilton Hotel. Met deze crew. We gaan namelijk shooten. Ik ben heerlijk op bed hier aan het chillen. Dat had ik echt nog even nodig deze ochtend. Oeh, ik zie al een kleine sneak preview. De make-up. Hallo. We gaan lekker lunchen. We zijn al de hele ochtend bezig met make-up en lekker op bed liggen en lunchen. Ja. Ready! Ik weet niks van. Oh, dit is echt zo slecht. Wat een verschrikkelijk licht. Ja. Wow. Dit is beter. Dinnertime. Dinnertime? Oh, ik bedoel lunchtime. Lunchtime. Oh, wow. Vergeet niet, ik zo zit. Voilà. Oh my god. Hilarious. Ja, want die zijn echt. Oh, hey there. Wij zijn buiten aan het shooten. Met deze Prada bril. Love it. En mijn husband. Kijk. Hebben we het warm of hebben we het warm? Super warm. Ik heb het heel warm. Warm hart hebben wij. Kippenvel, jongen. Ja. En it's a wrap. Ik ben weer in mijn normale saaie kleding. Ik sta hier in de weer van de echt leuk. Ik vond het ook echt leuk. En dan, top team. Doei doei! Doei! Oké, jongens, ik ga ook bij deze de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken weer naar deze nieuwe week. Godverdomme. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan hoop ik jullie ook weer terug te zien bij een volgende week vlog. Of shop nog. Er zit heel veel leuks aan te komen, dus vergeet zeker niet te liken en te abonneren.